Als je aan mij zou vragen, goh, meer van wat voor films hou jij? Dan zou ik zeggen, ik hou wel van kostuumdrama's. En ik ben ook wel te porren voor een romantische komedie. A very ordinary boy bumps into a girl. Oh my God. En wat bedenkt dan de redactie van RTV Rijnmond dat ik naar The Mouth of Garbage ga tijdens het filmfestival? Gangsterfilms en porno. Nou, ik ga het maar gewoon proberen. Ik heb in ieder geval popcorn bij me. The Mouth of Garbage is een vertaling van Boca do Lixo, een wijk in het Braziliaanse São Paulo waar in de jaren 70 en 80 filmmakers werkten. Die maakte horror, gangster en pornofilms. Niet al te beste en daarom werd het ook het afvoerputje van Brazilië genoemd. Tijdens het filmfestival is er aandacht voor deze films dankzij samensteller Gerwin Tamsma. Volgens hem is het festival wel een plek voor dit soort films. Het filmfestival is een plek voor mensen die van films houden. En zo zoeken wij ook films. Als het alleen maar zou gaan om lustbeleving of zo, dan dat is niet net zoals zeg maar, alleen commerciële films, maar ook voor het festival ook niet interessant zijn. Dus ze hebben een historische, een esthetische, et cetera, hebben ze betekenis. Ik ga naar de film Fuk Fuk a Brasileira. De beschrijving, een dwerg ontsnapt aan zijn werk als bediende naar een wereld vol seksuele verlangens. Als ik het zo hoor van de mensen die er geweest zijn, is het een bijzondere ervaring. Maar het is toch wel ook best een nare film op momenten. Zeg maar, het is helemaal niet dat nou hele vrolijke seks voor iedereen is of zo. Het gaat met dwergen en allemaal. Dus niet noodzakelijk alleen maar seks van gezonde mensen. De film begint zometeen in zaal 7 en is uitverkocht. Ik heb eigenlijk een open mind, dus ik heb zoiets van, ik zie het wel. Het leuke is dat je hier dingen vindt die je normaal niet ziet. Dus ja, het is een verrassing. Nou, ik heb iets met Latijns-Amerika en Brazilië. En, dus eigenlijk alles wat daar vandaan komt, ben ik benieuwd naar. Nou, ja. Ja. En u? Ik ga braaf mee. U begrijpt, ik laat alleen stukken zien die geschikt zijn voor 5 jaar en ouder. Het is echt wel gaaf om te zien, echt gewoon typisch jaren 60, jaren 70 of zo. En ja, het is gewoon leuk om te zien dat mensen toen veel meer schokkeren dan eigenlijk nu volgens mij zijn. Ik vond het een fuckfilm. Fantastisch, perfecte zondag. Kijk, al dat geneuk, weet je wel, ja, daar word je toch niet vrolijk van. Vind je het passen bij het festival? Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja, dat is juist de plek waar je dit soort dingen moet laten zien, vind ik. Ik vind dat Juist grensverleggende dingen vertoond moeten worden. En kijk, in omschrijvingen kan je sowieso alles nalezen. En als je het gewoon niks vindt, dan ga je er gewoon niet heen. Goed, na het zien van deze film wilde er geen vrouw meer met mij praten. Dus zeg ik het als vrouw zelf maar. De film was veel te expliciet, veel te veel schaamhaar. En er was ook geen diepere laag. Ik ga naar huis een Disney film kijken of zo.